Abrahamsen wordt op zondag 6 november 1944 door pastoor J. Brouwers vooraan op het Houtse kerkhof begraven. Na de oorlog wordt het stoffelijk overschot op verzoek van de Noorse ambassade opgegraven en in Den Haag gecremeerd. De as wordt naar Noorwegen gebracht om in Oslo bijgezet te worden. Enige tijd daarna, op 7 september 1946, wordt de as van Abrahamsen door zijn familie begraven in zijn geboorteplaats Kristiansand. Ziet er goed uit, toch? Like you? You like it? You like it? Yes, I hope. Yeah. I hope. Oh, yeah. Yes, I haven't tasted it yet. Heerlijk. Ik word in die cake dringen. Jawel. You like it? Ja. Ja, hungry. You are hungry? Yes, sir. Ja, ja, ja. Ik denk ook nu die cake brengen. Oh, zo wel. Ja, ja. Dat is Push bus driver. Yeah. You like it? Yeah. Have you hungry? A little, yes. Yeah. Have a coffee? Coffee. Ja. Dat is echt zielig. Ja, dat vergeet ze er eigenlijk nooit. Dat snap ik. Als het van bij elkaar gehoord heeft, naar de kerst toe. Moet geen boot? Nee, die moet geen boot. Dat zou kunnen, ja, dat ze zo'n verbinding hadden. Ze houden een interessant tete die. En dat is een beeld van minnesmerken uit op Linnøya. Når deze vijf drog van Linnøya, så har vi lagt et minnesmerke. Så 23. mai 2009 satte vi opp dette minnesmerket ut på den holmen eller øya som de fem og Tormod Abrahamsen dro ifra. In 2009 is er een herdenkingsplaat gezet op de plek waar deze vijf Nooren hun land verlaten hebben. En dit is een foto van die herdenkingsplaat die zij gemaakt hebben. En aan de achterkant staan daar de namen op. En daar staat, en dat is voor jullie. Dankjewel. En ik heb ook een foto van de twee van de man die survived the Second World War. En dit is Kai Thorsen, and this is Jan Stubb. He went in the army. Yeah, yes, as only he was a pilot. A pilot, yeah, yeah. Okay. Yeah. Is he still alive? Yeah. No. They died some months after the pictures. Okay. Then, Het had beeld net had in 2009 of zo. Oké, dat zijn ook in 2009 dan die foto's. Die zijn daar niet overleden. Van Jan Stump, han var med på avdugingen av den. Oké, die meneer die was erbij toen deze plaat onthuld werd. Ja, voor han Kai Thorsen, han kom på sykehus rett før. Oké, hij lag net in het ziekenhuis. Hij zat in het ziekenhuis voor dat. Het is een foto die is genomen op het ziekenhuis. Ziet ja, het is een ziekenhuis. Ja, een ziekenhuis. Heel mooi. Thank you so much. Yes. Ik ben bijna het halen.
thuis voor kijken. Ja? That's all for you. Yeah. Thank you. Yeah. And now it's Kristen for. Okay. Yeah. Du har en veldig god kan du høre? God til å oversette for oss. Ja, har det. Ja, jeg skjønte mestvart av det. Og du må jo gi det litt sånn. I det årskriftet som Flekkerisjålag gir ut, ikke hvert år, men annet tredje hvert år gir vi ut. Og i det årskriftet står historia, hele historien om de fem fra de dro, og så til og det ble av de. Og de hadde altså, de sendte en beskjed hjem når de kom til Linnis farne, ja. At fem kasser tyttebær er ankommet. Ja, så da visste folk at de var kommet. Så hvis du begynner på sånn side, men ellers er det mye godt stoff om. Dat is interessant voor hun om te weten. Ja, ja, ja. Dat is interessant voor hen om te weten. Ja, ja, maar als die har fått artikel. Die har fått annonsen. Oh ja, oké, okay, die har fått ja, den. Ja, okay. Så die har fått den. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Mm. Men die har ikke resten gruppe. Nei. Så det har ikke en sånn lesesal oppe. Vi har leseværelse på Sjømannskirken i Rotterdam. Fremdeles. Så det, fremdeles, ja. Og så har vi en bok som heter Flekkerøy, eldre, nyere og tid. Så det er jo gammel, hvis du skal lære gammel historie fra Flekkerøy, så kan du... Så står det en del. Både losing og sjøfart og næringsliv og folk fra folklivet. Så den er... Så hyggelig. Tusen takk skal du ha for hjelp. Ja. Tusen takk, og tusen takk at jeg fikk lov å være i lamme. Det er, jeg tenker det er sterke fortellinger, altså. Som, så det å bli spurt og få lov å gjøre det her, det var jo disse to der som, ja, som jeg spurte. Og få lov å ta litt del i det, det var veldig spesielt. Så takk. Takk til for det. Takk for det, veldig hyggelig. Ja, ja, ja. Det tar jeg med til Rotterdam. Så dere alle velkommen til Sjømannskirken i Rotterdam, hvis dere skulle komme dit. Ikke sant? Og så må dere alle sammen ha en god tur videre nå til Kanga og hjem etter hvert. Må jeg ikke kåke en søgn? Ja. Nee. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie dag hebben gehad. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne dag. En dat het een mooi begin is van de reis, want jullie gaan nog veel meer dingen zien. Wat heeft een fijne start voor de reizen die er zijn. Want de schouder voor deze komt dus en dan meer meer in krijgshistorie. En wij vonden het heel erg fijn om dat voor jullie te mogen regelen. Vi har vært veldig glad for å få lov å ordne dette her for dere. Maar er is wel één iemand in ons midden die daar wel heel erg veel aan bijgedragen heeft dat het allemaal zo geweldig is gegaan. Og han sier at det er én person som da har bidratt til at dette ble mulig. En ik vind dat we daar een enorm applaus voor geven. Han synes at dere skal gi en stor applaus. En ik wil dat onderschrijven met een bloemetje. Ik heb ook tegen iedereen gezegd dat het bijzonder is om hierbij te kunnen zijn. Ook dank jullie dat jullie dat je me gevraagd hebt om het zo te zeggen. En om een bijdrage te kunnen leveren. Een bijzondere dag. En Wendy wel een vlot dag. Blijf lekker rustig nu even zitten, drink nog wat. En een goede reis voor straks verder. Als jullie er van over zitten, ga jullie met heel veel stokken wilde. Drink met thee of koffie. En een cultuur weer. Zie je dan, Kees. Dankjewel. Ja. Het was een bijzondere dag. Heel bijzonder om hierbij te mogen zijn. Om uitgenodigd te worden het verhaal over Tormod Abrahamsen te kunnen vertellen aan de Noorse mensen die in Nederland zijn op deze reis. Dus ik ben heel blij dat ik daartoe bijgedragen, of dat ik een bijdrage heb kunnen leveren. En het was gewoon heel fijn om erbij te zijn. Het is een speciaal verhaal. Hoe zijn ze aan uw adres gekomen? Ze zijn naar mijn adres gekomen omdat ik werk op de Noorse kerk in Rotterdam. Dus ze hebben mij gevraagd om het verhaal te vertalen over Tormod Abrahamsen. Ja, dat is de katholieke kerk. Nee, dat is een Lutherse kerk. De Noorse kerk is de Lutherse kerk. Ja. 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 Dus, dank u wel. Ja. Bye. Bye. Ja.
takjes niet. Takjes, dank u. Dacht ik tenminste. Nee, ik ben in de bus filmen. Wow. Wow. Leuk toch? Leuk toch? Ja. Ja. Pretty. Dag, dag. 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 Pretty. Hi, hi. Thank you. Thank you. And thank you. It's been very nice to be here. Okay. Yes. It was nice to have you. Yes, thank you.